Deze nieuwsuitzending is in ere en ter ere van twee mannen. De ene man heet Alan Watt. De andere man heet Jurk Gliesman. De bedoeling van deze zendingen zijn dat jullie gaan luisteren naar die twee kanalen. Ik zou het erg op prijs stellen dat jullie mij vertrouwen dat ik de waarheid spreek. Al de gezeik over mij, van jouw perieze leugenaar. Ik ben geen leugenaar. Ik vind dat je moet luisteren naar Alan Watt. Het cuttingthroughthematrix.com. En Jurk Gliesman. En Jurk heeft meerdere kanalen. Ook op Vimeo. Het voordeel van het luisteren naar Jurk in plaats van naar Alan Watt is dat Alan Watt die praat van dat simpele Engels. Dat begrijp je in één keer. Mag ik hopen. Jurk spricht auch Deutsch. Dat is een harde noot om te kraken voor ons moeras Duitsers. Te weten, de Nederlanders. Schumpfdeutsch aan. Dat is ons lot. Niks aan de hand. Geen reden tot paniek. Het is allemaal niet nodig. Wat nodig is, is dat wij allemaal tot rust komen. En dat Rijkswaterstaat zich afvragen. Waarom staat de A12 niet meer vol met files? Nee. Al die wijven blijven lekker thuis. Zorgen voor de kinderen. En die mannen. Boah. Een klusje. Her en der. Weet je dat in Albion? Albion is de oude naam voor Engeland. Daar was het een norm dat een man 2 dagen per week werkte. Die vrouwen hadden geen last van die mannen. Want mannen, als ze niet hoeven te werken, ja, kan je wel thuis op de bank gaan zitten. En in Albion had je geen tv. Maar die mannen die gingen dan wandelen. Ja, ik heb gewerkt en nu ga ik wandelen. Al die kinderen van, waar is papa? Dat die moeder zei, ja, niet zeiken, papa is wandelen. Die komt zo wel weer terug. En in de tussentijd zorg ik voor jullie. Dat was Albion. Zo wordt verteld. Het is mooi als er weer terugkomt. Vind je niet? En het komt terug. Het gaat terugkomen. Als wij stoppen met die belachelijke belastingstakken. Hier belasting, daar belasting. En wat gaan we ermee doen? Nou, onzin tv maken. Nieuwe regelgeving vanuit Brussel. Ik heb helemaal geen regels nodig. Jullie wel? Ik vind, ja. Regels voor wat?
Waarom is er een maximum snelheid op de snelwegen? Onzin. Wat maakt mij eruit hoe hard iemand rijdt? Moet ik daarvoor uit mijn bed gebeld worden? Er is iemand en die heeft 190 km per uur over de A12 gereden. En denk ik, dat is een goed bericht. Want de A12 is een snelweg. Dus als je 190 rijdt op de A12, dan ben jij snel weg. Of niet? Ja. Ja, maar die mensen die 190 rijden, die maken het asfalt kapot. Nee, dat is niet waar. Bij de oprit, dan heb je die versnelling. Dat je auto versnelt. Hè? Ja, dan creëer je een ribbel. Dat is zo. Maar dan maak je die oprit van beton. Op de snelweg ben jij zo snel mogelijk weg. Hard rijden, geen enkele maximum snelheid. Waarom? Ja, maar anders gebeuren er ongelukken. Wat? Ja, want als die ongelukken gebeuren, dan hebben wij er last van. Dus wij willen onder ongeluk verhinderingsprocedures. Waarom? Nou, zoals ik je zei, als er een ongeluk is, dan hebben wij er last van. Oké. Laat me even nadenken. Hoe zat het ook alweer? De snelweg is een weg om zo hard mogelijk te rijden, want dan ben je snel weg. Ja. En ja, als er dan een ongeluk gebeurt, dan gaat die persoon, als die nog in leven is, hè, of zijn familie, die gaan duchtig betalen. Iedereen die in de file staat omdat er een of andere idioot op zijn rem getrapt heeft, hoppakee, schuldig. Hè? En dan gaan we cashen, jongen. En dan sta je maar op de file, in de file op de A12. Maar het gaat wel 80 euro per uur. En die familie van die botsingmaker, die gaat het maar ophoesten. Ik wil niet hard overkomen. Of zo, ook helemaal niet dronken of whatever. Oh, Perry, volgens mij heb jij in de speed gezeten. Nee, dit vind ik hardgrondig. Hou op met die maximum snelheid. Wat maak het aan? Als je schade veroorzaakt, ga je vergoeden. Huh? Ja, maar ik heb schade veroorzaakt, maar ook aan mijn eigen auto. Mijn eigen auto is ook kapot. Ja, het is jouw auto en die is kapot. Oké, dat is niet erg. Heb ik die kapot gemaakt? Nee, ik was zelf bezig en ik was... En nou is mijn auto kapot. Oké, je hebt je eigen auto kapot gereden. Ja, en die andere mensen die moesten maar even wachten. Kijk, en daar gaan we beginnen. Huh? Jij hebt andere mensen laten wachten. Jij hebt een file veroorzaakt doordat jij te stom was om je stuur naar rechts of naar links of whatever. Je reed te hard of je was... Het interesseert me niet. En jij hebt die file veroorzaakt. Nou, betalen, homo. Voor al die mensen... Hun uren. En zo hard mogelijk rijden op de snelweg. Hou die dingen leeg. Oh,
In Amerika hebben ze dan een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Ik kan wel janken, man. Nou, kijk, Perry, als je iedereen 80 kilometer per uur laat rijden, heb je de maximale geluidsoverlast. Nog een keer. Ik vraag het nog even. Wat zei je nou? Nou, ik zei, als je mensen maximaal met 80 kilometer per uur laat rijden over de snelweg, heb je de maximale geluidsoverlast. Morgen kom ik bij je langs met mijn kromzwaardvrienden. En dan gaan we schaken. En ik wil de koning. Homo. Het beste voor Nederland is om die maximum snelheid, dat schaf je overal af. Lantaarnpalen hoeven mij ook niet. Heb je die lantaarnpalen voor nodig? Jij gaat in het donker naar huis? Nou en? Al die snelwegen moeten zo dreigend mogelijk zijn. En al die mensen die dan verlichting willen hebben bij de Huppeltje Pup, ja, dat betalen ze zelf maar. Er ligt een bak van het asfalt. Dat is ongelofelijke rotzooi. Asfalt is niet te eten. Dat ligt er allemaal. Nou, rijd er overheen met je auto. Ja, het is al donker hier. Ja, doe je lampen aan. Homo. En wij maar betalen voor al die lantaarnpalen. En dan stom verbaasd zijn dat iedereen denkt van ja, er staan allemaal lantaarnpalen. Dus dan komen we ook even langs, lekker langs rijden. En dan heb je weer files. Al die mensen die komen kijken naar die lantaarnpalen. Nee, ze kijken niet naar die lantaarnpalen. Ze rijden veilig in het licht van de lantaarnpalen. Ja, maar betaal er zelf voor, homo. Daar heb ik je nodig voor. Ik weet nog een keer, toen kwam ik terug vanuit Utrecht. En er was mist. Dan heb je niks aan lantaarnpalen. Dus het was mist. Het was allemaal waterdeeltjes. Ja, je rijdt door een wolk heen. We hadden een zicht van 10 à 20 meter, zoiets. Op de A12. Ik voelde een angst, hè, want er zal maar een of andere homo zijn die van achteren aankomt. En kabom, daar kan je een whiplash van krijgen. En de saxofonist, Marcel Bruins, heet hij trouwens. Erg goede muzikant. Die zat achter het stuur. En die probeerde zo hard mogelijk te rijden om diegene die achterop zou kunnen knallen. Ja. Je moet wel een beetje doorrijden. Het was een dode rit, man. En we kwamen in Wageningen. Er was niks aan de hand. En Marcel heeft heel mooi gespeeld. Ik zeg saxofonist, maar hij kan ook, hij kan alles. En met Marcel heb ik meegemaakt dat ik op een ochtend, ik had bij hem in zijn woning geslapen, met ongeveer 350 liter vodka. Maar het kan ook 340 liter vodka zijn geweest. Dat was best veel. En Marcel stond erop dat we zouden ontbijten. En dat hoeft van mij helemaal niet. Niet als ik 360 liter vodka in mijn nek heb. En dan kwam er Shem op tafel. Gadverdamme, Shem.
En hij pakt een theelepeltje. Een thee heb ik wel gedronken. Dat denk ik van, ja. Hij pakt hem een theelepeltje. En hij ging tikken op het dekseltje van dat potje jam. En hij speelde een melodie. Kijk, dat zijn de mensen, de levenden. Het maakt niet uit wat je doet. Als je maar niet katholiek bent, universeel heet dat ook wel, of communistisch, of coöperatistisch, fascistisch, wat ben ik vergeten? Natuurgelover, die Gaia-idioten. Ja, moeder aarde zorgt voor ons. En dat is helemaal niet waar. En wij zorgen voor de aarde. Op voorwaarde dat we neuken. Komt het binnen? Ja. Hey, ik heb geneukt. Geneukt tot kind. Ik heb een pik gestopt in een vrouw. En die vrouw zei, die bolle dinges in mijn buik, dat is mijn kind. Dat is jouw kind, zei ze tegen mij. Mijn kind, bedoelde ze. Ja, dit is mijn kind en ik wil dat jij gaat betalen. Ik heb het gedaan. Ik heb het lef gehad. Ik ben daar trots op dat ik dat gedaan heb. Het lef om een vrouw te neuken tot kind. En dat is wat moet. Geen ontkomen aan. Ik kan daar niks aan doen. En hoe moet je als man met vrouwen omgaan? En hoe moet je als vrouw met mannen omgaan? Want in de Bijbel staat dat toen het concept vrouw gewenst was door mens, Adam heet die jongen, mens is dat. Dus Manas wilde vrouw. Ja, toen begon het gezeik. God heeft laten opschrijven dat hij vijandschap gekweekt heeft tussen man en vrouw. En dat is. Ik vind vrouwen allemaal bitches. Ik wil er niet mee op vakantie. Toen ik op vakantie ging met een man. Ik was eerst op vakantie geweest met Nico. Dat was wel een leuke vakantie. Ik was de. Ja, maakt niet uit. Ik was in de Ardennen. Nee, in Frankrijk. Oh. En met Wim ben ik ook op vakantie geweest. En toen waren wij volwassen. Toen ik met Nico op vakantie ging, wij waren 20. Zo. Hij had niks. Ik had niks. En dan op vakantie. Dan maar liften. Maar op vakantie met vrouwen. Ik zou het niet doen. Nee, vrouwen. Je kan ze beter thuis houden.
Want als je vrouwen mee naar buiten neemt, dan gaan ze net zo doen alsof ze thuis zijn. Ze weten niet dat ze op vakantie zijn. En vrouwen hebben dat besef niet. Die vinden alles leuk als het maar leuk is. En mijn vriend Wim, die begrijpt. We hebben een. Stotter. We gingen naar Bretagne met 3 meisjes. En ik zeg tegen mijn vriend Wim, Wim Kruidertanen. Ik zeg tegen hem, we moeten een grote auto hebben. We hadden de Clio in die dagen al, denk ik. Maar ik was van mijn Volvo af. Als ik mijn Volvo had gehad, die was verkocht. Toen hebben wij een auto gekocht. Voor de vakantie. En dan, de bedoeling was, als we dan terugkwamen van de vakantie, dan verkoop je die auto weer. En kijk, zo zijn mannen. Mannen zijn heel erg doortastend. Dus ik heb tegen Wim gezegd van, ja, homo, wat gaat het kosten? Waar halen we die? We hebben gekozen voor een Renault Megane. Lekkere auto. Niks mis mee. Kan je 3 van die meisjes achterin proppen. En de rest van de meuken gaat in de kofferbak. En dan naar Bretagne toe. Oh jezus. Dat is echt heerlijk. Met een man op vakantie. Ja. En Wim is dan zo'n zuinige rijder. En ik ben meer de agressieveling. Ik wil snel weg, op de snelweg. En in Frankrijk, hebben die nummerborden, de laatste paar cijfers, is de streek. La 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 la, bah oui, bah non, oulala, c'est le metrokipas, en heb je 76. Dan weet je, oké, die is van hier. En hij rijdt 160 kilometer per uur. Ik ben niet van hier. Ik rij achter hem aan. Ik volg de autochtoon. Ah, die Megane, man. Die komt lekker tuffen, jongen. Geweldige auto. En Wim Kruidertuin hield de Megane de hele tijd in de gaten. De koffer, de motorklep open. En dan checken dit en checken dat. En ik lekker gassen. 150 was een mooie snelheid voor de Megane. En je mocht daar 130. Als die homo voor mij 160 gaat en hij komt uit de buurt, dat betekent dat er geen camera's staan. En trouwens, die Fransozen kunnen helemaal niks. Dus al weten ze mij te fotograferen terwijl ik 160 km per uur rijd. Maar ze komen niet bij mijn woning met een vergoeding. En dingen, oh, we willen €150. En waarom ook? Ik ben in Bretagne op vakantie geweest. Ik heb daar geld uitgegeven. Ik ben een toerist en ik ga naar huis. Maar met Wim Kruidertuin ging dat prima. Die begreep het wel. Zo snel mogelijk van die 3 vrouwen af. Oh, wat zijn ze vervelend geweest. Ze dumpen die bitch. En ik zou mijn dochter mee naar huis nemen. Dat is ook cool. En hij zijn dinges.
Ik was echt klaar met die vakantie. Dat... Zo, dat nou. En dan koop je een auto. Je zorgt voor alle poen. En die bitches, die lopen alleen maar te zeiken. Toen we thuis waren hier, zei ik tegen mijn dochter, al spullen uitgedingen, tassen, meuk. Ik zei, ik ga nu bier halen en hash. I'll be back. En zei, oké. Mooi zo. Het is het ding hoor, dat wij man, wij hebben niet die, ja, wij worden verleid door die vrouwen. Stop ermee. Zegt een no crap bullshit. Je kan denken, ja, dan kijk ik naar internet. En dan zie ik billen en dan denk ik, wow. Waarom eigenlijk? We gaan echte vrouwen neuken, homo. Ga naar het streetcafé in Arnhem, hier in Arnhem. En doe een bordje om je nek. En... Daar staat op, ik zoek een vrouw om te neuken. Ga dan zo naar binnen. En ga er een neuken. Maar jij durft dat niet. Als vrouw moet je een bordje om je nek hangen. En daar staat op... Ik wil geneukt worden. Maak het duidelijk. Niet van het geheimzinnige gedrag. En ik zeg niet dat jullie allemaal als wilde konijnen in de rondte moeten gaan lopen neuken. Nee, ik zeg tegen jullie, wees eerlijk. En ga naar het streetcafé in Arnhem. Dat is een opdracht. Het maakt me niet uit waar je woont. Misschien woon je in Sitschotschotdeel. Dus dan moet je eerst met de ploftrein. En je komt maar een keer naar Arnhem. Begrijp het karma van Arnhem. Een brug te ver. Een mooie... Die waterplas. De Rijn. De Rijn. Op Amsterdamse. Die hebben ze verlegd. Naar de heuvel. Een leuk project. En hier aan de Rijn kan je vissen. Er zitten vissen in. Wij moeten de vissen wat meer voeren. De vissen worden te weinig gevoerd. Daar krijg je meer vissen van. Of kweekvijvers. Daar kan je ook aan denken. Maar iedereen is zo hardvochtig als een stuk aluminium. Dat dendert maar door. Ja, hopeloos staan we ervoor. En dat is positief. Want het allerergste komt nog. Roma Piri, ben jij een onheilsprofeet?
Nee. Gadverdamme. Het idee alleen al. Bah. Dat je dat denkt. Jezus mijn Christus. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn verdoemd. Het is best wel kut. Het is alleen maar een oordeel. Niet om mezelf te verheffen boven jullie. Maar wij zijn verdoemd. Er was het oude contract met God. Het oude testament. Toen kwam het nieuwe contract met God. En wij hebben er overheen gepist. Ja, ra. Hoe gaat het aflopen? Denk je dat God pissed off is? Dat jullie hebben gepist over zijn... Godverdomme. Na straf, ja, wil ik maar zeggen. Wij zijn verdoemd. Jullie zijn verdoemd. Mij maakt het niet uit. Ben ik verdoemd? I don't care. Maar jullie zijn het. Dat is het probleem. En het heeft niks te maken met een profetie. Het heeft te maken met werkelijkheid. Een werkelijkheid is dat een waarheid is. Vrouwen kunnen kinderen baren. Alleen vrouwen. De rest van ons heeft het toekijken. Ben je eens? Mooi zo. Dan ga ik verder. Die kinderen die een vrouw krijgt, zijn niet van die vrouw. Jij kan beweren dat jij, dat het jouw penis was die het heilige zaad leegspoot in de baarmoeder. En dat jij zegt dat jij de vader bent van dat kind. Allebei hebben jullie ongelijk. Het kind is niet van jou. Misschien een van de moeilijkste waarheden. Dat jouw kinderen niet van jou zijn. En de tweede moeilijkste, dat kan helemaal niet, hè. Je hebt de eerste moeilijkste, maar de tweede moeilijkste is dat jij voor je kind moet zorgen. Hou rekening met, ga vooral niet, ik kan wel gaan vloeken man, verwacht niet te veel van omgeving. Ook niet van je kind. Dat ken jullie, kutouders. Kan jullie wel vermoorden. Dat doe ik niet, want ik weet niet waar jullie wonen, maar in gedachten kan ik jullie vermoorden. Hoe slecht jullie omgaan met kinderen. Ik ken een meisje. Inmiddels loopt ze over straat als de eerste beste een prostituee.
gewoon totaal opgeschilderd, mini-rok en je kent het wel. I am a sexy entity. Ja. En toen dat meisje nog klein was, wilde ze graag bij mijn dochter in mijn huis komen spelen. En haar moeder zei telkens weer, nee. Ik weet niet waar jullie moeders mee bezig zijn. Schande over jullie. De vrouwen zijn de oorzaak van al het kwaad. En dat komt omdat die mannen, die willen neuken. Een vrouw moet je 10 keer neuken, is ze zwanger en ben je klaar met neuken. Noah is een hele Lot, daar gaat het om. Sodom en Gomorra. Als ik het wel heb, en je mag een reactie tonen op deze uitzending als ik het fout heb. Lot, zijn vrouw, draaide zich om te kijken naar de vernietiging. En die veranderde in een zoutpilaar. Lot met zijn dochters arriveerde op een veilige plek, weg van de vernietiging van Sodom. En toen hebben ze... Ik moet King James erbij pakken. Laat ik me even doen. Even kijken hoe snel ik hier kom. Hè. Alleen de waarheid telt. Sodom. Even komen. Oh, dat is Genesis 14. Even naar het einde toe scrollen. Dit is te ver. Oh, kijk. Dit is negen. Dit gaan jullie ook doen. Je gaat respect hebben voor het woord. Je voorvader. Ik denk, oké, Genesis 19. Ja, hier staat het wel, hè? Oh ja, hier staat... Ja, ik heb hem... Oh, fuck. Ik heb hem helemaal goed. Dus Genesis, hoofdstuk 19, vers 35. En ik lees hem voor zonder schuinschrift, maar er staat geen schuinschrift in. Oké. Dit komt direct uit het... Ja, dan weet je niet of het... Dit is het Oude Testament. Dat kan Hebreeuws zijn of Aramees. Het Nieuwe Testament is Grieks. Oké, daar komt ie. And they made their father drink wine that night also. And the younger arose... and lay with him, and he
perceived not when she lay down, nor when she arose. Vers 36. Thus were both the daughters of Lot with child by their father. En dan gaat hij door. Ja. Dus Lot, na die ontsnapping uit door de engelen, zijn dochters hebben hem wijn gevoerd en gingen op zijn piemelino zitten. Je kent? De Bijbel is, geen geintje. Een hele enge. Vooral als je hem begaat. En het begrijpen van de Bijbel is dat je die vrouwen in de gaten moet houden. Behalve de dochters van Lot. Je mag hopen dat dat goed gegaan is. Zal ik even uitlezen? Thus were both the daughters of Lot with child by their father. Vers 37. And the firstborn bare a son. Dus zijn oudste dochter kreeg een zoon. And called his name Moab. The same, the father of the Moabites unto this day. And the younger, she also bare a son, and called his name Benammi. The same, the father of the children of Ammon unto this day. Dit is allemaal waar. Het is gebeurd. De namen zijn benoemd. En wij kunnen ons voor de gek laten houden. Luister maar naar Ellen Watt. Dan weet je hoe je voor de gek gehouden wordt. Snap ook wat de waarheid is. Jouw voorvaderen waren geen assholes. En je kan wel denken van ja, ik heb zo'n kutvader of weet ik wel wat. Wat heb je nou weer verzonnen? Heb je een kutmoeder? Is dat het probleem? Het gaat om jou. Zonder meer. En in de Bijbel staat dus dat de dochters van Lot, en dan moet je eigenlijk het hele verhaal moet je lezen, hoe dat begon in Sodom, of was Sodom. En maak me niet af op mijn klemtoon. Die dochters hebben hun vader dronken gevoerd en zijn op zijn pik gaan zitten. Ja, wat is daar goed aan? Ik heb
zo'n internet, YouTube, bla 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 bla. Er zijn gevallen bekend dat vrouwen seks hadden met een man. Die zei van, ik wil je wel wippen die wipper, maar dan wel met een stuk rubber. En die man zo, ik ben klaargekomen. Nou, die man die valt in slaap. Oh, wat lekker. En die vrouw die ging naar de vuilnisbak. Die haalt die condoom eruit. Draait hem binnenste buiten. En stopt hem in haar vagina. Echt gebeurd. Geen geintje. Het is een mooie boel, dat wel. Al die verhalen die ik hoor over hoe het zit. Shit, the fuck. En mijn strategie voor de mensheid is vermijd het contact tussen man en vrouw. Want je kan er kinderen van krijgen. Punt. Dit is geen wereld om kinderen te krijgen. Behalve met een vrouw die weet dat het geen wereld is om kinderen te krijgen. Zo'n vrouw zwanger maken. En neuk door tot je vijfde kind. En minimaal drie. Ja, het is maar wat. Een mooie wereld, hoor. Met zo'n stomme overheid die de hele tijd van alles loopt te doen. Ja, we gaan de BTW verhogen. In mijn vorige uitzending heb ik lopen zeuren over loonbelasting. Dat slaat nergens op. Maar dan BTW. En BTW is 60-70%. Dus dat weten we. De belasting op de toegevoegde waarde. Als je... Je bent een ondernemer. Je wil wat. Maar als je waarde toevoegt aan... Waarde toevoegt aan waar. Jij kent iemand en die heeft een aardbeienplantage. En jij gaat daar aardbeienjam van maken. Ga je betalen. 21%. Een klant van mij die... poelier. Je verkoopt hanen, kalkoen, maakt niet uit wat. Hij heeft zo zijn contacten. Die kan geweldig hondenvoer maken. Maar dat is hoog BTW. Als hij die ingrediënten verkoopt, is dat laag BTW. Als hij daar hondenvoer van maakt, is het hoog BTW. Ja, volg je mij nog een beetje mee? Of ga je nu ook huilen dat je denkt, oh, wat erg. Ik heb ook aan die man, die klant van mij, voorgesteld. We kunnen upgraden in de automatiseringsdinges. Dan heb jij meer inzicht in je business. En hij zei tegen mij... Nee, ik hou het liever een beetje vaag. En waarom niet?
Hij maakt mooi hondenvoer. En als hij de ingrediënten verkoopt aan mensen, is dat 6% of zo laag. Hè? En het is voor honden en dan is het hoog. Ik ben de mensheid kwijt. Ik snap het niet meer. Mijn klant, die ziet er de humor van in. Die moet erom lachen. Hij heeft ook zo'n mooi verhaal over zijn broer. En die heeft een franchise, een supermarkt. Spar of zo. Ergens te dicht bij Duitsland. Je weet wel waar het ligt, hè? Dichter voor de of nog verder. Ben je helemaal verloren. Ja, die man heeft daar een supermarkt. En een winkeldiefstal. Daar heeft hij mooi een punt achter gezet. Hij heeft een kooi laten bouwen. En iedereen die betrapt wordt op winkeldiefstal, gaat in de kooi. En die kooi staat bij de ingang of de uitgang. De in- en uitgang. Daar is die kooi. Gaat in de kooi. En die man had alle tijd om de politie te bellen. En dan al die gasten die binnenkwamen met geld, die keken naar die man in die kooi. En dat was natuurlijk een buitenlander. Een beetje komen jatten hier. Nou, hij dus met die aanpak. Dat scheelde, joh. Iedere winkeldief die had wel een keer gezien dat er een andere winkeldief in een kooi zat te wachten op de politie. De politie. Dus het aantal winkeldiefstallen dat daalde geweldig. En die broer van die man waar ik het over heb, die klant van mij met het poliersbedrijf, die had in de gaten dat hij in zijn winkel. Dus, ja, hij zat echt onder de 2%. En wat doe je dan als franchiser? Ah, jatten, natuurlijk. Je moet onder de 2% blijven, hè? En dan is er niks aan de hand. Je pakt de geld uit de kassa. En waarom niet? Het idee van die kooi, dat was van hem. En hoe betaalt die franchise-organisatie daarvoor? Nou, hij daalt met zijn winkeldiefstal tot onder de huppeltje-puppel-procent en dan pakt hij wat geld uit de kassa. En rapporteert dat als diefstal. En snap hem even, het is een hele diepe gedachte. Mooi hoor, om mee te slapen, te gaan. Hoe onzinnig de waarde is van ons bestaan. En hoe wij toch binnen die die margins, wij doen ons zelf. Ik weet niet hoe laat het is dat jij nu naar deze uitzending luistert. Maar jij gaat zo dadelijk doen wat jij wil. En ga er maar vanuit dat het de wil van God is. Je weet nou het verschil. Ik heb het je net verteld. Aleister Crowley, zo'n satanist, die heb ik voor ontbijt.
Aleister Crowley heeft gezegd: doe wat je wil. Letterlijk. En ik zeg dat ook tegen jou. Ja, maar als ik dan niet aan de wetten en de profeten hou, dan ga ik misschien wel dood. Nee, homo. Je gaat dood. Doe wat je wil. Binnen de grenzen. Doe het. Ik weet niet waar je zin in hebt. Misschien wil je morgen wel die ene collega van jou die jou al, ik weet niet hoe lang, in de haren zit. Morgenochtend zeg jij, boe. En dan schrikken ze allemaal. Ha, doe het dan. Kom tot leven. Kom tot het zijn. Er is meer dan een oude of nieuwe wereldorde. Goed begrepen. Het gaat alleen om jou. Daarmee bedoel ik jou die naar mij luistert. Ik vind het zo fijn dat ik jou niet ken. Ik weet jouw voornaam niet. Als ik jou zou kennen, dan was ik, ja, een familie geworden. Ja. En ik heb al zoveel familie. Met al die verjaardagen. Schrikkelijk. En wij blijven het vrolijk inzien. Geloof me. Ik durf niet tegen jou te liegen. Dan kan je zeggen van ja, wij moeten blij zijn met niets. Inderdaad. Bij mijn bende, Gert van Santen, Wout den Braber en René Balduk, komen wij samen om te repeteren. En eerst gaan we koffie drinken. Vroeger was dat spullen sjouwen en dan rode wijn. Dat vond ik eigenlijk leuker. Maar ja, je wordt een dagje ouder. Dus, oké, koffie drinken. En dan iedereen aan het woord. Dat is mooi. Dat is de troost. Iedereen laat hem spreken. Even terug naar jou, want ik wil van jou dat jij kinderen hebt. Is me ook kwalijk genomen, maar neuken voor kinderen. Niet dat je kinderen neukt, want dat heeft geen zin. Maar kinderen neukt. Je gaat neuken, dan krijgt jouw vrouw krijgt een dikke toeter. Dat is jouw kind. En niet. We hebben een hele grote achterstand. En misschien is dat nodig. Wij zitten als blanken op 1,1 kind per vrouw. Dat is te weinig voor de duurzaamheid. Ik wil dat er meer geneukt wordt voor kinderen. Punt.
Dan kun je zeggen van ja, ik heb het geld er niet voor. En homo. Als jij niet creatief bent, ja, dan niet. Mijn probleem niet. Dan kan je geloven in reïncarnatie. Van ja, in mijn volgende leven ga ik het wel doen. Doe hetzelfde als wat ik gedaan heb. Neuk zo. Maak een kind. Ik heb momenteel ruzie met mijn kind. En dat is mooi. Hé, hé. Nou, nou. Was dat zo moeilijk? Om ruzie te maken met je vader? Het maakt mij er niet uit. Hé, mensen. Ik wens jullie een happy neukavond. Nee, dat zeg ik niet. Maar denk eraan. Van neuken krijg je kinderen. Dat is interessant hoor. En neuken is niet, het is niet vervelend. Die kinderen, daar gaat het om. Heb ik duidelijk gesproken? En zorg voor die kinderen door die kinderen de vrijheid te geven. That's it. De rest is van God. Maar jij moet neuken, want God doet dat niet. Nou, naar mijn muis omhoog schuiven. Ja, ik zit mooi over het uur. Dat is geweldig. En jullie aandacht spannen geldt langer dan het uur. Dat stel ik ook op prijs. En op zijn hamburgers sta ik hier. Tjus. En dag lieverds.